Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd, en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. In deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken moeten we noodgedwongen afwijken van het gebruikelijke concept. Het is namelijk een ongeluk dat de ene betrokkenen niet kan en de andere betrokkenen niet wil navertellen. Het verhaal dat u nu te zien krijgt is daarom puur fictief. Maar helaas wel degelijk een afspiegeling van de werkelijkheid. Oké, baas. Dat ging prima. Ja. Maar wat ik bij jou zie is dat je je zenuwen nog niet de baas bent. Probeer altijd die rust te houden. Als ik al die ballen op je afstuur, dan moet je niet in paniek raken. Je moet het gewoon laten gebeuren. Ja. Technisch ben je behoorlijk op de goede weg. Die basis heb je. Je moet alleen even zorgen dat het tussendoor goed komt. Hi Ruud. Kom er maar in, hoor. Ruud, denk je dat ik een kans maak op het toernooi? Die heb je toch wel ingeschreven? Ja. Als we nog even goed werken in je opslag, dan hoef je je volgens mij absoluut geen zorgen te maken dat je afgaat. Ik zie jou de halve finale nog wel bereiken. Oké, dames, we gaan eerst even rustig opwarmen. Dus nogmaals, hè, probeer altijd die innerlijke rust te bewaren. Heb je het nog aan je vader gevraagd? Shit, vergeten. Het is in je eigen belang. Hoe meer sponsors ik heb, des te groter is het prijzengeld. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Als je vader naar achter komt, krijg je dan straf of zo? Nou, mijn vader is echt allergisch voor alles wat met kanker te maken heeft. Dus dan moet ik vooral niet gaan roken gewoon. Ja, dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Ja, ik ook wel, maar het slaat natuurlijk nergens op. Mijn moeder had volgens mij in de hele leven nog een sigaret aangereikt. Weet jij trouwens wat we voor economie moeten leren? Ik ben mijn aantekeningen kwijt. Nou, ik ben niet zo goed opgelet. Nee, ik ook niet eigenlijk hoor, maar dus moeten we maar even iemand bellen. Ga maar eens kussen. Dankjewel, schat. Beertje. Weet je nog dat we jou vroeger zo noemden? Ja, weet ik toch. Weet je ook nog waarom? Omdat ik vroeger altijd Beertje zei in plaats van Brechtje. Beertje zei dan altijd. Beertje. Ja. Zeg nog eens Beertje. Nou, maar ik ben toch al groot genoeg, dan hoef ik toch geen Beertje weer te zeggen. Nee, dat is waar. Hé, maar weet je wat toevallig is? Weet je wat heel toevallig is? Nee. Dat ik voor jou ook een cadeautje heb. Oh, dat wist ik helemaal niet. Kijk eens even. Oh, wat mooi, een tennisracket. En weet je wat? Vanaf nu krijg je van mij iedere zaterdag een uurtje tennisles. Als je dat leuk vindt, tenminste. Vind je dat leuk? Hartstikke leuk vind ik dat. Lieverd, eet jij je pannenkoek even snel op. Papa moet nog even ergens naartoe. Waar moet je dan naartoe? Ik moet nog even praten met een sponsor. Met een spons? Nee, met een sponsor. Oh, een sponsor. Wat is een sponsor eigenlijk? Wat is een sponsor eigenlijk? Dat is een spons die je zo hard mogelijk moet uitknijpen.
je niet te vragen voor die tennislessen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Geef moeder maar een pakket van me. Dag, lieverd. We gaan, hè. Hallo, was het leuk? Jouw beurt om te koken vanavond. Oh, je hebt bezoek. Dit is Kate, nieuw bij ons op school. Kate, dit is Reinoud. Hi. Van Heffen. Bosveld. Hé, hey, kom je zo? Ik moet uiterlijk om 7 uur de deur uit. Ja? Ja, kom er zo aan. Eet je mee? Ik maak pasta met oesterswammen. Oeh. Hé, hey Lars. Nou, die keek niet echt gelukkig. Ik krijg nog eens een hartattack van die jongen. Generatieconflict. Ach. Ik heb er godzijdank nog geen last van. Kijk, dat hij gestopt is, oké. Okay. I can live with that. En wat deed hij ook weer? HO, bedrijfskunde. Maar dan bied je zo'n jongen een goed alternatief. Ik bedoel... Hij mag van mij de hele toko hier gaan runnen. Hou jij ermee op dan? En dan krijg ik het verwijt aan mijn hoofd alsof ik zijn leven aan het uitstippelen ben. Nou ja, zeg. Zelf heeft hij nog geen dag van zijn leven uitgestippeld. Nog geen minuut. Maar jij wil eruit stappen? Ja. Nee. Nee, niet echt. Ik loop met een paar ideetjes rond. Daar wil ik van de week een keer met je over praten, goed? Hé, hey, sluit jij af. See you. Ik weet toch helemaal het type niet voor. Hoezo niet? In Amsterdam loopt zo wat iedereen ermee rond. Ja, dat kan wel zijn. Maar we zijn hier niet in Amsterdam. En zolang jij in dit huis woont, wil ik dat je er fatsoenlijk uitziet. Oké? Dank je. Anders schaam je je zeker voor me. Daar gaat het niet om. Daar gaat het wel om. Als ik vind het enge dingen. Weet je wat ik eng vind? Al die gladde zakenmannetjes die hier over de vloer komen. Nou, dankzij die gladde zakenmannetjes heb jij wel eten op je bord. Ik hoef maar een piepklein ringetje hier. Ik ga heus niet mijn hele gezicht laten volpiercen als je daar soms bang bent. We kunnen er lang en kort over praten, Carlijn. Het gaat niet door. Ah. Hou op. Alsjeblieft. Hou op. Je moet ook altijd je zin hebben. Ik? Ja, jij. Ruud. Ik zou je even willen voorstellen aan Jos Koekenbier van de ABS. Ruud Erkels. Jos Koekenbier. Jos Koekenbier van de ABS. Zegt het belooft heel wat te worden, hè, dat tennistoernooi. Nou, we doen ons uiterste best. Volgens mij gaat het heel erg... Sorry, heren. Als ik even mag onderbreken. Oh. Prima, Ruud. Dan gaan Jos en ik wel even een kopje koffie drinken. Dan zien we je zo wel, hè. Dat lijkt me goed. Deze kant op gaan. Dag. Hier, pak aan. Moet dat per se nu? Dat was dus de hoofdsponsor. Ja. Wat is dat voor gedoe met die tennislessen? Je loopt 4 maanden achter met je alimentatie. Je houdt tegen mij een heel verhaal op dat je praktisch failliet bent. En je geeft dat kind een racket van 300 gulden. Wat zijn dat voor stomme grappen, man? Sorry, ik moet het gewoon nog even regelen met de bank. Volgende week. Hey, tot volgende week. Door de organisatie van het toernooi is mijn eigen administratie in puinhoop. Is het ooit anders geweest dan? Ik geef je de volgende keer wel wat cashgeld. Wij hebben afspraken gemaakt, ja? En jij hebt daar gewoon weer maling aan. Elke zaterdag tennislessen. Hoe haal je het in je hoofd? Ik wil mijn dochter gewoon graag wat vaker zien. Is dat erg soms? De afspraak is 2 keer per maand en dat lijkt me voorlopig meer dan genoeg. Is dit goed? Ja, lijkt me goed. Okay. Ik zou die naam alleen wat groter doen. Ja, dat kan. Gewoon. En komt er nog een steunkleur bij? Of Ruud. Ja, dit grijs is blauw. Hè? Oh, ja. Dus dat komt... Het presenteert, dat is wel met een T. Hey, Joke! Nee, verder, oké, okay, verder is het oké. Okay. Goed. Ja? Oké. Yes. Lekker gespeeld? Ja hoor. Heerlijk. Het valt me op dat jullie steeds fanatieker worden. Ja, wat wil je met zo'n leraar? Nou, de man is wel heel vermoeiend, hoor. Ruud, kan ik jou vandaag even spreken? Nu, wat mij betreft. Carla,
Let je even op? Ja, dat is goed, Rob. Ik bedoel, zoals jij met die sponsors omgaat. En met je leerlingen sowieso. Jij hebt hele goede contactuele eigenschappen. En dat is echt een keyword in deze business. Ach, ik ben gewoon mezelf, denk ik. En dat is nou juist jouw kracht. Dat voel je. En dat waardeert men. Stel dat ik het doe, hè? Wat doe jij dan met Lars? Niks. Lars die ligt zoals gewoonlijk weer eens dwars. Dus wat mij betreft blijft hij gewoon bardiensten draaien hier niet. En jij? Jij bent iets van plan, toch? Ken jij de Witte Dwerg? Ja, dat is een soort café-restaurant. Dat loopt voor geen meter. Na 7 jaar tennisbar ben ik hard toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ga van die dwerg een reus maken. Weet jij dat het hele bestemmingsplan daar gewijzigd is? Nee. Wordt allemaal recreatiegebied. Huidige eigenaar gelooft er niet meer in. Ik dus wel. Ik ga dan wel minder lessen draaien. Absoluut. Maar in welke mate, dat is up to you. Dus noods nemen we er nog een leraar bij. Ik zal er heel goed over nadenken. Als je het doet, is het op 1 voorwaarde. En dat is? Dat jij een accountant neemt. Holy Moses, wat maak jij altijd een puinhoop van je administratie, zeg. Ja, wacht eens even, ik moet toch ergens slecht in zijn? Ja. Hey, proost. Proost. Hoi. Hey, wat zit jij hier in je eentje? Ik zit op jou te wachten. Zij zei dat je een bespreking was met Rob. Dat klopt, ja. Zeg het eens, wat kan ik voor je doen? Ik wou vragen of je nog plaats had voor wat privéles. Ben je niet tevreden met de groepsles? Ja, maar Lies en Anne-Claire die willen dat ik meedoe aan het toernooi. Oh. Ja, nou ja, volgens mij sla ik een modderfiguur. Ze spelen gewoon veel langer dan ik. Boah, om nou te zeggen dat er een enorm niveauverschil is. Maar ja, als jij je onzeker voelt, een paar extra lessen, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Donderdag zou kunnen. Ik zal eens kijken. Ja, leuk hè. Er was een aanbieding bij de drogist. Een foto op posterformaat voor mijn 12,50. Ja, ja, dat is erg leuk. Ja, had je geen andere foto kunnen zoeken? Ah, het is toch een leuke foto. En trouwens, je ziet er toch fatsoenlijk en representatief uit. Ja. Andere tijdgeest. Ja. Trouwens, wat vonden opa en oma daar nou van? Hm? Oh. Daar is het je om te doen. Dat slaat er helemaal nergens op. Dat slaat wel ergens op. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Met zo'n piercing maak je je gezicht kapot als je jezelf verminkt. Wat is dat als nou jij deze manier echt je zin te krijgen, jonge dame, heb je het mis. Zo slecht gespeeld. Omdat je het zo benadert. Hoe bedoel je? Nou, bij iedere slag die je maakt zie ik je denken van doe ik het goed, doe ik het niet goed. Als je die gedachten nou kan loslaten. Je hebt me wel door, hè? Volgens mij heb jij je heel erg verdiept in de psychische kant van het spelen. Ja, dat moest wel. Ik heb me zelfs in de filosofische kant verdiept. Oh? God, dat vind ik nou zo interessant, hè? Psychologie en filosofie. Maar vooral psychologie. Hoger die bal, Harry. Denk aan de stand van je benen. Ik ken eigenlijk maar heel weinig mensen met wie ik over praten kan. Jammer is dat toch. Heb je zin om een keertje iets af te spreken? Best wel. Wordt dan wel na het toernooi, want dan heb ik pas weer tijd voor de leuke dingen. Spannend. Ja, hè? Maar het toernooi wordt ook vooral heel leuk, hoor. Ik begin er echt steeds meer naartoe te leven. Ik kan niet wachten tot het voorbij is. Het is no way wat je vader betreft. Ik mag mijn gezicht niet verminken, zegt hij. Oh, wat een bullshit. Als je dat ringetje eruit haalt, dan groeit het gewoon dicht. Ja? Ja, net als met gaatjes in je oren. Ach, hij wil het gewoon niet. Mijn ouders zijn ook zo intolerant als de pest, maar ik heb daar dus scheid aan. Ja, ik ook wel, maar ik heb geen zin om iedere keer ruzie te maken. Jezus, Carlijn, weet je wat je ook kan doen? Hoeveel heb je nodig? 150, 200 hooguit.
Wanneer ga je zaterdag? Ja, met Kate en dan gaan we samen met de trein. Hey, weet je wat we doen? Ik breng jullie met de auto, maken we er een gezellige dag van. Koop ik ook een paar nieuwe schoenen. En eten we weer zo'n heerlijk broodje kroket bij Van Dobben. Juist. Je wil liever alleen met je vriendinnetje. Vind je dat stom? Ja, stom. Ik begrijp het wel. Je bent te oud om je door je vader op sleeptouw te laten nemen. Dus het mag? Ja, op de voorwaarde dat je met een beetje normale schoenen thuis komt, hè? Ja. Oh ja, en laat je niet te veel door Kate beïnvloeden, beloof je dat? Nou, oké. Hoeveel heb je bij je? 200. Is dat genoeg, denk je? Nou, zat denk ik. Jan. Oké. Wat is er? Brechtje voelt zich niet zo lekker. Ze heeft een beetje koorts. Ik hou er liever een dagje binnen. Heb je het geld bij je? Shit, vergeten. Wacht nou even! Joke, wacht even. Hier, heb je 350 gulden. De rest maak ik over. Ja, dat roep je al een half jaar. Heb je nog nagedacht over die tennislessen? Ik zie niet in waarom. Denk nou een beetje aan dat kind. Ze vindt het hartstikke leuk. En ze heeft nu de perfecte leeftijd om te beginnen. Hou jij je nou eerst maar eens een keertje aan je afspraken, ja? Daarna zien we wel verder. Nou, dus de volgende week is dat toernooi voorbij. Dan laat ik mijn hele administratie op orde brengen door een accountant. Doe maar. Mag in de krant. Ga je dan meteen je schulden afbetalen? Het gaat echt hartstikke goed met dat toernooi. Vanmiddag om 5 uur komt de lokale pers. Daar hangen overal affiches met mijn naam erop. Zulke koeienletters. Geweldig. Weet de deurwaarder je meteen te vinden. Kan je nou niet een beetje enthousiasme voor me opbrengen? Nou, een klein beetje dan. Succes. Bedankt. Tot over 2 weken. Ja. Is dat er een aantal cracks van naam bij zitten. Dus ik verwacht ook veel publieke belangstelling. Geef ik nu graag het woord weer terug aan Rob Reuvers. Ja, wat heb ik hier verder aan toe te voegen? Ik zou het glas willen heffen op Ruud. Ja. Behalve dat het een zeer goede sportman en een zeer goede tennisleraar is, blijkt hij nu ook een zeer goede organisator te zijn. Dit is de allereerste keer dat er op deze schaal in dit tennispark Oranjeweide een toernooi gehouden wordt. En ik heb de indruk dat het begin is van een traditie die wel eens jarenlang zou kunnen duren. Proost! Proost! Ja, natuurlijk. Misschien hebt u hem allemaal onderweg hier naartoe al gezien. Deze schitterende affiche, gedrukt bij drukkerij Bakker, die gelukkig ook een sponsor is, anders zijn ze helemaal niet te betalen. Het is een hele mooie affiche geworden en hij wordt in de hele regio verspreid. Dankjewel. Nou mensen, wat mij betreft zetten we deze bijeenkomst in de informele sfeer voort. En krijgen de heren van de pers, en de dames, natuurlijk, sorry dames, de gelegenheid om vragen te stellen. Nogmaals, proost! 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 Succes! Proost. Ruud, wil jij nog wat drinken? Oeh, lekker. Ik vond je heel erg goed. Dankjewel. Ruud. Ik wou je heel veel succes toewensen. Hoe dat zo? Ik ga weg. Naar Amerika. Oh ja? Wat doen? Zomer? Nee, eerst werken in een zomerkamp met kids. En als ik genoeg geld heb, nog een tijdje rondtrekken. En wat vindt je vader daarvan? Die was er niet echt super blij mee. Meneer Erkels, mag ik u een paar vragen stellen? Oh, ja, natuurlijk. Doe. Hoe is deze dag nou verlopen voor u? Wat is uw eerste indruk? Nou, volgens mij is het een. Is het een succes? Gaat nog een beetje. Ja, gaat wel. Wil je eerst bij mij thuis een kopje thee drinken? Nee, ik ga maar meteen naar huis. Want mijn vader die wacht op me met eten. Nee.
zie je morgen wel, ja? Oké. Het beste. Hi. Doeg. Ondanks al dat gedoe met dat toernooi heeft het toch de hele tijd door mijn hoofd gespookt. En? Nou, ik denk er ernstig over om op je aanbod in te gaan. Dan heb ik je toch goed ingeschat, hè? Ik moet een beetje aan mijn toekomst denken. Precies. En, kijk, niks de nadelen van je lesgeven, hoor. Maar zou je daar nou tot je 65ste mee door moeten gaan? Hè? Met een inkomen, ja, sorry dat ik het zeg, hoor. Met een inkomen dat duidelijk te krap is voor jouw lifestyle. Ja, ik speel open kaart met je. Kijk, volgens mij gaat het erom, wat zijn je possibilities? Wat wil je bereiken? Wat zijn je targets in het leven? Je talenten optimaal benutten, hè? Exactly. Op onze nieuwe bedrijfsleider. En toekomstig directeur. Hoe bedoel je? Nou, kijk, ik heb zitten nadenken, maar ik heb toch zo'n voorgevoel dat het met Lars niks wordt in deze business. Hoe kan ik nou directeur worden? Daar heb ik dus een mooi plannetje voor. En samen met mijn bank komen we daar wel uit. Don't worry. De vraag is nou, drinken we erop of niet? We drinken erop. Hey. Proost. Proost. Slachtoffer Carlijn is met haar hoofd zo hard op straat gevallen dat ze op slag dood was. Ruud zat behoorlijk fout. In de eerste plaats omdat hij Carlijn gewoon voorrang had moeten geven. Zij reed immers rechtdoor. In de tweede plaats omdat hij achter het stuur zat met een paar borrels achter zijn kiezen. Maar de grootste fout was dat hij gewoon doorgereden is. Er stond voor hem te veel op het spel. De keerzijde daarvan is dat hij de rest van zijn leven rondloopt met een afschuwelijk geheim. Reinoud is dubbel verdriet aangedaan. Dat hij nu ook zijn dochter kwijt is, is meer dan verschrikkelijk. Maar hij zal vooral moeten leren leven met één martelende gedachte. Wie heeft het gedaan?